Vandaag aan de start, ook in voorbereiding op de Amsterdam Marathon over een aantal weken. En daar gaan ze, de mannen voor hun 16,1 kilometer, 1,5 seconde worden ze gemat. En vele tienduizenden lopers volgen dit topveld met daar centraal in het midden Khalid Shukut. Met geel-blauwe tenue. Kijk, het is onze Geen Shukut, die neemt de leiding in dit veld. Shukut, de keren dat hij hier startte, dat was niet zo vaak. Volgens mij in totaal 3 keer was hij alle keren de snelste Nederlander. Hij is niet in voorbereiding op een najaarsmarathon. Hij kan hier dus volle bak geven. Ja, in tegenstelling tot Butter, de Vries, die nog zeer recent 2 keer een 38 kilometer training heeft gedaan. Ja, tuurlijk. Die zijn in voorbereiding op een Amsterdammarathon. Inderdaad, dus wil je nog een harde marathon lopen, moet je veel kilometers draaien. Shukut is in voorbereiding op het EK Cross, later dit jaar in Tilburg. En dan komt dit perfect uit om een snelheidsprikkel over een wat langere afstand te doen. Dus ik denk dat Shukut met ambities naar de Damloop is gekomen dit jaar. Je ziet hier nu wel overigens dat de Afrikaanse atleten het wat rustiger aandoen. Die kijken wat de kat uit de boom. Wat gunstig is voor de vrouwen, waar het wel gelijk gas geven was. De mannen duiken onder Nemo door. Het wetenschapsmuseum dat bovenop de ijtunnel staat. Ook zij gaan naar dat punt van min 20 beneden Amsterdamse Pijl. En terug bij de vrouwen. Die zijn de tunnel inmiddels uit. Lopen zo'n beetje ter hoogte van de nieuwe Leeuwardenweg in Amsterdam-Noord. Groepje van 5 met nog altijd Susan Crummins daarbij. In laatste positie met nummer 3. En daarvoor dus Chillingat hier met nummer 1. En zij hebben er een kleine 10 minuten op zitten. Het parcours van de Dam tot Damloop is vrijwel identiek aan voorgaande jaren. Wel één opvallende wijziging. En dat is na een kilometer of 10. Als ze de A10 onderdoor gaan, dan gingen ze in het verleden over de verlengde Stellingweg. Ten oosten van de A8. En dat is dit jaar veranderd. Dit keer lopen ze aan de westkant, dus aan de linkerkant van de A8 langs de Eiklas. Ja, ik denk dat dat wel een verbetering is. Dat was niet het leukste stuk om te lopen als loper. Dat stuk rond 10 kilometer was eigenlijk oerzaai altijd. Dus ik denk dat ze daar een heel verstandige keuze aan hebben gedaan. Ja, had ook met de bereikbaarheid te maken. Er zijn altijd compromissen die natuurlijk gesloten moeten worden. We zien links ook in het gele tenue Schreur, Ronald Schreur. Ja. Shukut in het geel-blauw in het midden. Ook leuk om te zien. En Roy Hoornweg daar, links in het oranje. Ja, leuk om te zien dat ook iedere loper zijn eigen weg kent of kiest. Dus inderdaad, Roy Hoornweg kiest de rechterkant van de weg. En je ziet dat daar nu de lopers op reageren. Met 8 ook een hele snelle Brit aan de start, Derry Griffiths. Ook een apart verhaal. De jongen loopt, maar werkt tegelijkertijd in het schapenbedrijf van zijn familie. Dus dat combineert hij. Nou, kun je de vinkafstand afleggen, dat je een schapenbedrijf hebt. Precies. Dus hij heeft genoeg tijd voor 150 kilometer gezegd te maken elke week. En ondertussen inderdaad zorgt hij voor de schapen met de familie. Met 2 helemaal rechts, Joshua Cheptegei. Kijk toch wat de kat uit de boom. Je ziet het ook na de grote groep nog bij elkaar. Ja, ik heb Putter daar nog niet in gezien. Hij zal er ongetwijfeld ergens verscholen zitten. Ik zie wel de snor van Edwin de Vries. Dat is makkelijk. Ja. Hij is nu niet alleen lang, maar hij heeft ook een excentriek uiterlijk.
En zij komen uit de tunnel. Uit dat gedeelte. Dat Intertoto dus 1,7 kilometer lang is. Daar wil ook even een timelpartijtje te zijn bij Zane Robertson. Rechts. Kleine struik. Ja, dat is natuurlijk het nadeel als het wat minder hard gaat. Ja. Dat er een grote groep is, dicht op elkaar lopen. Dan gebeurt het wel eens dat er op je hakken wordt getrapt. Veel Nederlanders ook in deze groep. Ik zie ook Stan Niesten, ook een jongen uit de regio. En in het midden, niet helemaal zichtbaar, maar hij zit er echt wel tussen. Michel Butter, die dus in voorbereiding is op de najaarsmarathon in Amsterdam. Daar vooral voor de Nederlandse titel wil strijden. Een medaille wil behalen. Liefst natuurlijk een gouden, maar dat zal lastig worden. Abdi Nageya loopt daar ook. Michel Butter sprak ik afgelopen vrijdag nog eventjes. Het is voor hem de 11e keer dat hij de Dam tot Damloop loopt. En geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om die wedstrijd over te slaan. Ja, hij is Michel Butter afgelopen vrijdag, toen zag het er nog uit dat het bijna heroïsche omstandigheden zouden worden. Nou, daar zal hij met het Afrikaanse veld geen last van hebben. Dan zou hij om 5:03 moeten starten, denk ik, Roy. Ja, dat denk ik ook. Dat is jammer voor hem, want hij houdt van een harde wedstrijd. Ja, absoluut. Het maakt het ook voor, natuurlijk voor het beeld is het een stuk leuker als natuurlijk een grote groep dicht bij elkaar is en dat de wedstrijd pas zo laat mogelijk op parcours beslist wordt. En inderdaad, heroïsche omstandigheden, zoals we dat ook kennen van echt Nederland. Vijf vrouwen die aan de leiding gaan. Mooi ook om de koploper bij de mannen te zien. Ja. Joshua Cheptegei loopt nu op kop bij de mannen. Dus je ziet inderdaad, je zag het net al voordat ze naar de intake van Michel Butter gingen, dat inderdaad de Afrikanen aan het opschuiven waren. Dus waarschijnlijk zal er een tempoversnelling hebben plaatsgevonden in deze groep. Twee zelfs met pet. Dat heb ik niet vaak gezien trouwens. Toch bang voor het vallende water, denk ik. En Cheptegei heeft dat op zijn armen. Dat zijn geen armstukken, hè? Dat zijn armstukken. Wel? Ja, ja, dat zijn armstukken die hij draagt. Ik denk dat ze toch wat aan de koude kant vinden. De Oost-Afrikaanse lopers. En dan zie je ze inderdaad vaak met armstukken lopen. Tegenwoordig is het ook een stukje mode. Je ziet het namelijk steeds vaker gebeuren. Het is natuurlijk ook een omschakeling. Veel Afrikaanse lopers zijn pas vrijdag of zaterdag naar Nederland gekomen. Vorig jaar was het warm. En dit jaar dus een graad of 12. En vooral een hoge luchtvochtigheid, weinig wind. Afrikanen aan de leiding in deze groep, maar die groep is nog wel groot hoor. Met ook daar nog altijd Roy Horn weg bij in het roze-achtige broek, donkere shirt. Goed daar. En ook de speaker hoorde ik hier aan de finish zeggen dat alle favorieten nog in de kopgroep zitten. Dus dat daar verder niemand in ontbreekt. Het beeld bij de vrouwen is onveranderd. Ja, ja. Dan zitten ze een beetje ter hoogte van het 5 kilometer punt, denk ik. Ja, komen net door op het 5 kilometer punt en 15:54. Bark, wat is dat in Amsterdam-Noord? Hou je vast, hè? Ja. Groep van 5. En dan gaan we naar voren. Met nog altijd erbij. En dat kan interessant worden. Met terug nummer 3, Suzanne Crummins. Even op de ronde dame. Het zou leuk zijn als zij zich zou kunnen meten met de beste. Als ze dat volhoudt tot het einde. Ja, absoluut. Heel goed zomerseizoen gedraaid dit jaar. Flinke stappen weer gemaakt. Eigenlijk dat doet ze elk jaar. Goed hoor. Goed hoor. Keurig. Dank je. Zover ik weet heeft ze nog nooit de Dam tot Damloop gelopen. Nee, klopt. Dat heeft er ook mee te maken. Ze heeft een tijd in Australië gewoond. Ze heeft eerst gestudeerd in Amerika, in Florida. En vervolgens daar de huidige man ontmoet. En is ze naar Australië gegaan om daar onder Nick Bidot te trainen. En ze is eigenlijk pas sinds 2015 heeft ze gekozen om terug naar Nederland te komen. En hier haar uitvalsbasis weer te maken. En sindsdien loopt ze ook weer wat vaker in Nederland. Ja, won wel in Schorrol vorig jaar de 10.000 meter. Goed uit Schorrol run. In de tijd van 31-43.
was ook in Rio de Olympische Spelen van de partij. Ja, waar ze overigens ook al enorm goed liep. Was eigenlijk de eerste niet-Afrikaan werd. Punt in ieder geval. Met onveranderd Joshua Cheptegei, de Oegandese atleet met nummer 2 aan de leiding. Ja, je ziet nu dat je goed achter in deze groep toch wel wat moeite krijgt met het tempo. Is ook niet zo verwonderd natuurlijk. Deze man loopt op een tijd van rond de 45 minuten. Zijn koets zal zitten zo hoog in de 47, 48 zo'n beetje. Koor van Chakout doet hij in 2015 in Tilburg, toen 46-40. En de groep breekt in stukken. Ja, de twee Britten lopen nu ook zij aan zij, moeten ook deze groep laten gaan. En dan is het eigenlijk een groep van Oost-Afrikanen met zijn Robertson erbij. Met erbij welzeggende dat hij ook sinds jaar en dag in Kenia woont. Dus zou je ook een beetje een halve Keniaan kunnen noemen tegenwoordig. Langs de drankenposten, maar die negeren ze. Dat is meer voor de recreanten straks. Eigenlijk hoef je niks te drinken, hè. Deze afstand is hier kort voor. Absoluut. En hier moet ergens dat 5 kilometer punt aankomen. Dat is dan wat langzamer dan vorig jaar. Toen kwamen ze door in 14.02. En de winnaar toen, die er vandaag niet bij is, Birhanu Legeze, finishte toen in 45.38. Terug bij de vrouwen. Maar met 5 Eveline Tjirtjir, de Keniaanse, wat aan het elastiek bungelt. Die lijkt te moeten gaan passen. En Susan Clemens, de vierde positie, is er nog altijd bij. Doet ze uitstekend. Ja, deze vrouwen hebben er zin in. Ook als het vergelijkt de 5 kilometer tijd hebben de mannen ongeveer 1,5 minuut teruggepakt. Als je dat doorrekent, gaan ze tekort komen. Op de finish. Dus dat laat zien dat de vrouwen inderdaad sneller het op hun heupen kregen en aan de wedstrijd zijn begonnen. Hier zie je ook inderdaad plas op de weg en laat ook wel zien dat het echt wel stevig regent. Nog zichtbaar bij de mannen. Zo rond het 5 kilometer punt gebeurde dat. Die grote groep in 2 stukken uiteengebroken. Chakout in groep 2. Dankjewel. Panda, verklede supporter. Zo'n beeld zullen we in de loop van de dag wel vaker gaan zien. Dat denk ik ook. Daar zullen de lopers niet zoveel oog voor hebben. Maar deze jongen pakt wel zijn moment of shame. Of fame. Dat is net hoe je het bekijkt. Ja, zolang je de toppers maar niet in de weg loopt, dan is eigenlijk alles wel prima natuurlijk.
tikken we hier op. Dit is Lotte Krause, die wordt als eerste vrouw, denk ik, ingehaald door de mannen. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk voor de mannen. De vrouwen werken als een soort rode lamp. En je pakt er natuurlijk steeds, pik je er een aantal op. En zo loop je van vrouw naar vrouw om uiteindelijk bij de kopgroep bij de vrouwen aan te komen. En dan hopen we natuurlijk dat die strijd beslist wordt hier op de Peperstraat in Zaandam. Wordt Inge de Jong van Team Distance Runners ingehaald. Ja, het is hier wel nat hoor. Je moet nu de groep wel echt laten gaan, met start nummer 5. Ja, dat elastiekje dat is behoorlijk uitgetrokken nu. En wie is dat? Dat staat echt op knappen. Dan blijven er 4 over bij de vrouwen aan de kop. Met nog altijd Susan Clemens daar al erbij. En ook Chillingham dus de winnaar is van vorig jaar. Voldoet voorkomen aan de verwachtingen. Ja, top. Blijf maar staan. Hou me vast. Val er niet af. Chernikov in derde positie met nummer 1. Ook die Baba Kuma daar nog steeds bij met nummer 4. Ja, en zal Peter nog altijd op kop. Dat is de dame in het donkere shirt. Bij de man is de groep iets groter. Een soort 8 tel ik en zo even in de gauwigheid. En nog altijd Joshua Cheptegei op kop, de jonge Oegandees. Ja, die maakte de wedstrijd en vorig jaar deed Edwin Kipto dat, maar die moest dat in de slotfase toch echt bekopen. Kon niet de kroon op het werk zetten, de trilogie voltooien, want hij was daarmee, als hij had gewonnen, de eerste atleet in de geschiedenis van de Dam tot Doomloop die dan 3 keer op rij had gewonnen. Dat lukte Kipto niet. En nu is het dus Cheptegei die veel werk verricht voor deze kopgroep. Hij wordt Miranda Boonstra ingehaald. Dat Butter op het 5 kilometer punt als zesde is doorgekomen. Zesde Nederlander. Dat speelt zich hier dus nog wel een behoorlijk stukje achteraf. Ondanks het slechte weer toch weer heel veel versieringen langs de route. Dat is mooi. De bewoners dat doen. Ongetwijfeld minder toeschouwers langs het parcours door het slechte weer. Terwijl Cheptegei eens omkijkt, wie heb ik mee in deze groep? Pet zit op het hoofd van Alfred Negeno uit Kenia. Ja, en met nummer 12 is dat Ronsas Kilimo. Zoals je al zei in de voorbeschouwing, er komen altijd ook weer een aantal onbekende of wat minder bekende op kop drijven.
Het is een afstand waar je natuurlijk plankgas kunt geven als je een goede dag hebt. Ja, kom je die man met de hamer niet tegen zoals in de marathon na pak een beet 35 kilometer. Dit zijn de vier vrouwen die de koers hard maken. We zijn in het Molenwijkpark. Het beeld is eigenlijk onveranderd. Behalve dan dat we de vrouw met rug nummer 5 zijn verloren, Eveline Tjirtjir. Het valt beter in het donker, tenue. De vonden mevrouw. 29-jarige atleten. Die dus op het EK op de 10.000 meter kunst achter zich hield. Ook de mannen gaan door het Molenwijkpark. Uiteraard. En dan naderen we dus dat nieuwe stukje Koentunnelcircuit. Geen verlengde stelling weg dit jaar rond het 10 kilometer punt. Ja, en hier begint ook echt een afschuiving te ontstaan. Dus met nummer 2 Chaptegai, met nummer 3 Abdi Bashir en dan de eerder genoemde Kenianen. De Geno met de blauwe pet. Abdi Bashir met de gele armstukken. Ja, Abdi Bashir zal snel willen finishen. Ik hoorde dat zijn vrouw op bevallen staat. Dus die zal weer snel terug willen naar België straks. Ja, van oorsprong natuurlijk een Somalische atleet. Loopt met een Belgisch paspoort. Kijk, en Chaptegai krijgt het warm genoeg en de armstukken gaan uit. Kijkt op zijn stopwatch, krijgt Legeno, de man met blauwe pet, nog met zich mee. En Kimimo is de man met de witte pet, hè? Nummer 12. Ja, dat klopt. Klopt. Die blijven met z'n drieën nu over. Kijk, hier wordt weer een groepje Nederlanders ingehaald. Inderdaad, met op kop Jill Holteman. En daarbij is Jason Gruppen. In het Molenwijkpark gaan er drie vandoor bij de mannen. En Chaptegai leidt nog altijd de dans. Klein gaatje en dan de overige afvallers van de kopgroep. We gaan hem van achter filmen. En hoe is het bij de vrouwen? Nou, dit is Tjenningat. En die heeft het lastig. De winnares van vorig jaar. Na ruim een half uur lopen, lijkt het erop, nee is het zo, dat ze de kop moet laten gaan. En dat geldt ook voor Susan Grummans. Lang stand gehouden, maar het gaat nu te hard. En dat betekent dat we er nog twee over hebben. Sal Peter in het donkere tenue en met 4 Dibaba Kuma uit Ethiopië. Zij aan zij. Hebben zij het gas erop gezet. En dat werd de andere twee te machtig. Ja, en ook bij de mannen vallen ze nu met bosjes eraf. En blijven er nog 2 over op kop. Dat zijn Joshua Chaptegai en Alfred Ngeno. Zij aan zij, over het fietspad, zijn ze op zichzelf aangewezen. Geen publiek hier. Zo snel mogelijk richting de Peperstraat in Zaandam.
kilometerpunt nadert voor hen bij het Koentunnel-circuit. Mooi moment om te kijken hoe snel de tijd is in vergelijking met vorig jaar. Toen 28-21. Doorkomst op 10 kilometer. Wat resulteert in een tijd van ruim in de 45 minuten. Het parcoursrecord ligt een stuk sneller, hè? 44-27 van Leonard Patrick Comon. Ja, daar is hoog. Dat zal er vandaag niet aangaan. Daar de boog van 10 kilometer. En dan hebben ze tijd teruggepakt. Flink tijd teruggepakt. Want ze zaten er een seconde 15 achter. En hij duikt er nu een seconde 10 onder. 28-13. Passage 10 kilometer. Twee man aan de leiding bij de mannen in de damloop. En twee dames bij de vrouwen. De vraag is, blijven zij uit de greep van de ontketende Chip de Guy en Alfred Ngeno uit Kenia? Eigenlijk weten we van de dame met vier bijna niets. Roy, Dibaba Kumba, Ethiopische. Nee, dat klopt. Zoveel bekende voor ons. Daar Susan Clemens in derde positie. Nog voor Cheningat, de winnares van vorig jaar. En zij lopen nog altijd zij aan zij. Joshua Cheptegei en Alfred Ngeno. Oeganda en Kenia. Gaan we staan en bieden het slot maar van achteraan. Zet de guy kijk eens om. Je hoort het stoppen van de schoenen. Kijk, en daar is Jip Vastenburg het slachtoffer van de mannen. Ja, er begint daar een overzicht in welke positie Vastenburg loopt. Dus hoeveel vrouwen we nog moeten inhalen. Maar die zal ze toch redelijk van voren bevinden. Maar de vrouwen houden langer stand, beduidend langer stand dan vorig jaar. Want toen was het iets over de helft van de damloop al gedaan. En nu moeten ze er echt nog wel een aantal oprapen. Ja, dat denk ik ook. Nou, dat willen we natuurlijk. De wedstrijd in de wedstrijd. En natuurlijk ideaal gezien willen we dat beslist hebben op de Peperstraat hier in de eindsprint. Gebeurt niet vaak, maar een eindsprint in de Peperstraat, dat is natuurlijk het mooiste wat je kan wensen. Ja, het is moeilijk inschatten wat nu het onderling verschil is, omdat we bij de vrouwen geen 10 kilometer tijd door hebben gekregen. Maar het lijkt erop dat de mannen beduidend meer gas hebben gegeven, de tweede 5 kilometer. Hier zijn we weer bij Susan Crimmins. Dat het echt wel naar beneden komt nu, hoor. Zij aan zij gaan ze richting Zaandam.
Sampeter. Met 2. En Puma. Met 4. Sampeter wordt 30 dit jaar. Yes, Bilal, the first runners of today. Die in Valencia dit jaar de halve marathon in 1:08:58 werd 12e mee. Hij loopt dus officieel voor Israël. Ja, wat kunnen we daar verder nog over zeggen, Roy? Ja, die begint langzaam aan een enorme erelijst te werken. Ik wou al zeggen. Dit jaar 2 keer goud op de Commonwealth Games. Dus eigenlijk de Britse variant van de Olympische Spelen. Daarna wel geblesseerd geraakt. Ja. Het is eigenlijk pas de eerste wegwedstrijd, hè? Weer sinds lange tijd. Ja, klopt. Maar voor mij is hij wel de grote favoriet van vandaag. Het is natuurlijk als voordeel dat hij het parcours ook kent. Ja. Dat is altijd mooi meegenomen. Mocht vorig jaar ook de 7 heuvelen lopen. Ja, ook in een enorm snelle tijd. Grotendeels ook alleen gelopen toen de tijd. Dus ik verwacht wel dat hij straks nog wel een tempoversnelling zal inzetten. In ieder geval Alfred Ngeno van zich af te schudden. En Cheptegei was ook op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van de partij. De 5000 en de 10.000 meter. Niet in de medailles, maar wel respectievelijk 8 op de 5 en 6 op de 10.000 meter. Atleet die al aardige cv heeft opgebouwd, zoals je terecht opmerkt, voor iemand die net 22 is geworden. Ja, klopt. Wereldjuniorenkampioen geworden in Eugene in 2014. Daar begon het eigenlijk, dat was eigenlijk de kickstart. En sindsdien heeft hij gestaag doorgebouwd. Hij grijpt het initiatief, raapt daar de Zweedse op, hè? Nee, dat is de Romeinse. De Romeinse, dat is Anakuta Bobosel. Nummer 7, ja. Excuus, ja. Ik heb gelijk. Dan verwacht ik ook dat ze langzaam bij de eerste 4 dames komen nu. Ja, dat moet ook langzamerhand wel. Want de klok tikt na de 36 minuten bij de mannen, zoals je rechtboven in beeld kunt zien. Finish wordt verwacht na 45 minuten. Dus ze zitten toch in het laatste deel nu van deze dam-to-damloop. Ja, loopt nu op de Zuiddijk. Salpeter kijkt eens even op de horloge. Ja, en hier begint toch wel... Het kraakt. Het kraakt nadrukkelijk. En dat zal Cheptegei, de man die aan de leiding gaat, een enorme boost geven. Ja, het elastiekje wordt uitgetrokken. Bij Ngeno doet het zeer nu hoor. Alfred Ngeno, de Keniaan, die als langste bij Cheptegei is gebleven. Maar hij lijkt nu toch het draadje te willen doorknippen. De nummer 2 van 2016. Langzaam maar zeker. Neemt Joshua Cheptegei afstand. Ja, na zijn tweede plaats in 2016 zal ik nu hoe dan ook willen winnen. En daar is hij ook gestaag mee bezig. Hier wordt Sarah van de Wielen Latti ingehaald. Getrouwd met de Nederlandse atleet Jesper van de Wielen. Hij kijkt nog even achterom. Als ik dan geen eerste word, moet ik dan zorgen maken over mijn zilveren plak bij de damloop. En dat ziet er niet meer uit. Het is geen demarage, alles behalve dat van Cheptegei, maar ja, langzaam maar gestaag weg. Pakt hij steeds een metertje. Bij de vrouwen is die beslissing er nog niet. Nog altijd zijn de 2 die de koers hard hebben gemaakt bij elkaar. Ja, en ze naderen nu ook langzaam Zaandam.
bijna op kilometer 14. Ja, dan schrijven we de Zuiddijk. En dan richting het centrum van Zaandam, dat mooie stuk bij de Burgt, de Dam, de Damstraat. Waar doorgaans veel publiek staat. Daar is het 14 kilometer punt. Heel goed, heel goed. 44, 20 ruim op het 14 kilometer punt. En nog altijd geen Cheptegei. Op 2,1 kilometer moeten ze de stand zien te houden. Daar komt Cheptegei. Hoog naar rechts. Ja, pikt hier Cheptegei op. Dan heeft hij er nog niet ver weg. Nee, heeft hij er nog drie, denk ik, voor zich. Ja, Cheptegei nou nu snel de vrouw, hoor. Het zou leuk zijn als we het 14 kilometer punt zien, want ik denk dat hij daar nog niet voorbij is. Drempel. Want dan moet hij toch nog wel. Ja. Hij moet echt nog wel wat dichtlopen, hoor. Daar, het bord. Blauwe bord met 14. Nou, daar zit een dikke minuut tussen. 1-10 zo'n beetje voor Joshua Cheptegei. Die de winst bij de mannen gaat grijpen, maar pakt hij ook de overal zegen. De vrouwen zijn natuurlijk nog met z'n tweeën, hè? Die kunnen elkaar nog een beetje oppoken. 1 minuut en 10 seconden, dat is de achterstand van Cheptegei. Ja, Cheptegei zou flink door moeten lopen. Wil hij naar de vrouwen gaan inhalen? Maar de vrouw nog alles zal peter op kop. Die heeft ongeveer 90% van de wedstrijd loopt zij nu op kop. En heeft dan ook een groot aandeel. Mochten de vrouwen voorblijven, dan is dat grotendeels door Sal Peter. Joshua Cheptegei, 22-jarige Oegandees. Persoonlijke toptijd van 45-38. Twee jaar geleden hier gelopen in de Dam tot Damloop. Dat zou die hier misschien wel kunnen gaan verbeteren. Ja, hij heeft daar zijn lengte in beeld. Dat zal de eerste volgende vrouw zijn. Dan moet die Susan die Kurns nog oprapen. Ja, voordat hij bij de vrouw is. Ja, dat wordt toch nog wordt krap. Ja. De vrouwen zijn ooit bij het 15 kilometer punt. Dat ligt op de Burgt. In Zaandam. Ja, het is poetsen voor de camera, want het regent behoorlijk bij deze editie van de Dam tot Damloop. In tegenstelling tot afgelopen jaren is het nat. En Cheptegei jaagt. Van Peter nog de kop. Maar Kuma geeft niet op. Applaus van het publiek dat tot de moeite heeft genomen hier de regen te trotseren. Voor deze geweldige prestatie van deze topatleten, want dat is het, hoor. Absoluut. Draaien en keren in het laatste stuk. Dan zijn we op de Dam van Zaandam. Ja. En Cheptegei heeft toch nog een stukje goed te maken. Wat vrij aanstap naar de vrouw gaat. Maar welke van de twee? Wordt het Kuma, de vrouw met 4 uit Ethiopië, of Sal Peter, de Keniaanse die met een Israëlisch paspoort loopt? Bijna 49 minuten nu onderweg. Onder de boog van NH door. Dan is het nog een klein stukje. Voor Cheptegei.
Maar zij zijn al in het centrum van de Damstraat. En nog altijd bij elkaar. Kuma en Salpeter. Het zou toch wat zijn, zeg, als die Kuma er nu met de winst vandoor gaat. Ja, die hoeft alleen maar de karretje aan te haken. Doet ze heel slim. Ja, nogmaals, Salpeter. En heel goed op de 5 kilometer op de baan en op de 10 kilometer. Dus het zal lastig zijn haar eraf te sprinten. Dit is echt het laatste stuk, de laatste 500 meter. En hij gaat nu door het centrum. Dat gaat hij denk ik niet meer halen. De grote prijs, bij Saamstad, dat is te hoog gegrepen. Salpeter en Kuma. In het laatste stukje. Ja, het gaat nog een interessante finish worden op deze manier. Zij aan zij. Lekkere tijd wordt hij trouwens, hoor. Ja, en Kuma zet de versnelling in. Parcoursrecord is de hoge gegrepen van Christiansen, 50-31. Maar dit is een hele knappe tijd die ze gaan lopen. En wat een finish, wat een eindsprint. Zij aan zij. En Kuma gaat er overheen. Kuma gaat aan het langste eind trekken. Of Salpeter, daar is de finish. In een hele snelle eindtijd. Zeg jij het maar, Edward. Ja, dan werd dit geschakeld. De bloemen gaan dan toch. Dat is Salpeter. Salpeter. Ik durf het niet te zeggen. Nee, er werd helaas net geschakeld. Maar hier komt bij de mannen de winnaar aan. Dat is duidelijk. Joshua Cheptegei. En Cheptegei loopt zijn eigen persoonlijke record uit te boeken. Van 2016. Ja, hij maakt de verwachtingen helemaal waar. En finisht in 51-15. Prima gedaan. Maar het was niet voldoende om de eerste vrouw te pakken. But I say to myself, I will not lose it because I lead all the way. So I say, no way. I keep that kick for the end. I say I have to try. I cannot give up. Beslis ook al in de wedstrijd. Die is niet eerder beslist. Ja. Nou, dat zag je heel goed terugkomen in deze finish. En even daarna komt Cheptegei, die dus iedereen bij de mannen had afgeschud. Is eentje door het lint. Maar dat is mooi. Dat is een eerste prijs bij de mannen. Maar